Naast mij Roeland Tenbergen voor het DVS-TV Weekjournaal. Roeland, heb jij aan het begin van het seizoen nog een bepaalde opdracht gekregen van de TC? Handhaven. Van harte gefeliciteerd. Dat is gelukt. Dat is hartstikke mooi. Dankjewel, Piet. Ben je daar zelf ook blij mee? Ja, zeker dat het gelukt is. En gezien hoe het seizoen verlopen is, denk ik wel dat wij... Dat we daar nog steeds gewoon heel trots en tevreden over kunnen zijn. Want we hebben ons eigenlijk heel snel vrijgespeeld. En we hebben heel lang mee kunnen doen voor plaats 7. Dat is helaas niet gelukt. Maar ik denk dat we terug kunnen kijken op goed seizoen. Inderdaad, een heel goed seizoen. En zeker denk ik dat je nog een scheiding kan maken tussen voor de winterstop en na de winterstop. Of praat ik nu onzin? Dat weet ik niet. Dan zou je alle punten zo bij elkaar op moeten tellen misschien. Maar feit is wel dat natuurlijk na de winterstop, de tweede ronde, dat heel veel ploegen wel anders zijn gaan voetballen tegen ons. Dus dat werd het wel wat lastiger voor ons. Veel ploegen gingen rekening houden met ons. En dat is ook weer onze eigen verdienste geweest. Ja. Het valt me op, de laatste wedstrijden, dat jullie als een diesel op gang komen. Dat betekent dus de eerste helft... Ja, een beetje mat zo nu en dan. Iets gezapig lijkt het. En de tweede helft dan komen jullie in één keer op stoom. Want ik heb afgelopen zaterdag die tweede helft, die 20 minuten, 25 minuten, weer heerlijk genoten. Heb ik soms wel voldoende aan, hoor. Maar jammer dat er geen doelpunten vielen. Nou, maar goed. Kijk, in dit geval heeft het gewoon puur te maken met hoe we zijn gaan spelen. Dus we zijn de tweede helft gaan schakelen. Naar eigenlijk, om heel kortzichtig te zeggen, de lange bal op Chris te spelen na 10 minuten in de tweede helft. En dan wordt het veld, dan trekken we het veld uit elkaar. Hè. Dan worden de afstanden groter en dan gaat het er even om dat je die tweede bal dan wint. En dat gebeurde dan wel de tweede helft. En toen kregen we overwicht en toen kregen we weer, waren we meer aan de bal, werden we wat dominanter. En vandaar konden we kansen creëren. Maar ja, goed, dat kan gewoon niet, zeker niet tegen zo'n hele goede tegenstander. Lukt dat gewoon de hele wedstrijd. Want de eerste helft speelden we ook een aantal keer de lange bal. En toen waren we ze allemaal kwijt. Dus toen daarom gingen we proberen onder de druk uit te voetballen. Maar je hebt er wel in je plan voor de wedstrijd over nagedacht van ja, hoe gaan we Excelsior Maassluis aanpakken? Want je zou zo'n ploeg natuurlijk ook wel gelijk overal vast kunnen zetten en heel aanvallend gericht kunnen spelen. Of was dat ook het plan? Nou ja, kijk, wij spelen eigenlijk altijd, tenminste wij proberen in ieder geval altijd onze eigen spel te spelen. Hè? Dus onze eigen identiteit. Maar goed, dat lukt natuurlijk niet altijd. Hè? Een tegenstander heeft ook bepaalde kwaliteiten. En in dit geval speelden hun gewoon in de opbouw speelden ze ons gewoon hartstikke goed weg. Dus we konden heel moeilijk daar druk op krijgen. En daardoor zijn we ook geschakeld naar 3 spitsen in de tweede helft. Dan zijn we iets anders gaan spelen. Maar kijk, de insteek is altijd dat we ons eigen spel spelen. En dat we daarmee proberen om resultaten te boeken. En lukt dat niet, dan gaan we schakelen. Wie vind jij de grootste verrassing in deze topklasse van alle tegenstanders van DVS? Zou ik niet weten. Nogmaals, ja, ik ben nooit zo heel erg bezig met tegenstanders. Ik kijk eigenlijk altijd vanuit mijn eigen ploeg. En ik denk dat wij veel al benoemd zijn al als een verrassing in de topklasse. Dat is mooi om te horen. En dan vooral op basis van ons vertoonde spel. Ja, voor de rest zou je misschien Excelsior Maassluis als die kampioen gaan worden. Dan zou je dat wel als een verrassing kunnen noemen. Als ik afgelopen zaterdag zag ik toch wel een hele goede ploeg staan. Dus dan zou dat een verrassing zijn. Ik denk dat ik al weet wat je gaat antwoorden als ik vraag van hoe ga je het volgende seizoen beginnen? En wanneer ga je beginnen? Het begint alweer snel, denk ik. Ja, moet ik even denken hoor. Ik dacht rond 20 juni zo'n beetje dat wij alweer gaan starten. We gaan volgend jaar gaan we volgens mij naar 18 ploegen toe. Dus we gaan nog weer eerder gaan beginnen met de competitie. En ja, we willen toch eigenlijk ook wel dat iedereen lekker op vakantie kan. Hè? Zowel de staf als de spelers. Dus dan ga je toch ergens kijken dat je in de vakantie, dat je daar in de schoolvakantie, bouwvakvakantie, dat je daar ergens iets inplant. Zodat iedereen daar op vakantie kan gaan. Ja, en dat houdt dan wel in dat we in twee blokken moeten gaan trainen. Dus dat we straks eerst 4 weken gaan trainen, 2 weken vrij zijn en dan weer 2 weken trainen.
in die periode van 2,5, 3 weken, dat blok zeg maar, eind juni, begin juli, spelen jullie ook nog 2 wedstrijden, dacht ik, hè? Dat eerste blok, ja, daar spelen we meerdere wedstrijden, hoor. Daar spelen we er volgens mij al een stuk of 4. Ja, maar ik weet ze niet allemaal uit mijn hoofd. HC21, Almere City, Flevo Boys, dacht ik. Nog één. Wordt het seizoen toch nog wat aantrekkelijker en langer? Of het volgend seizoen wat langer? Ja, zo kun je het noemen. Hè. We gaan weer vroeg van start, dus zo moet je het zien. Ja. Zeker. Die wedstrijd van zaterdag tegen Spakenburg, staat het ook echt in het teken van een beetje afscheid nemen ook van spelers? Die kans is aanwezig dat we daar wat mee gaan doen. Daarnaast is het wel zo dat we ook... dat heb ik eigenlijk gisteren de groep ook gezegd. Want ik vind dat je ook geen afscheid nemen natuurlijk van het publiek. Maar je wilt wel het publiek wil je bedanken. En ik zeg, je kunt ze maar op één manier bedanken. Is door nog één keer gewoon een hele goede wedstrijd neer te zetten. En daarmee bedank je het publiek. Voor eigenlijk dat het publiek het hele seizoen toch achter de ploeg heeft gestaan. En ook meerdere malen hebben wij gehoord dat ze genoten hebben. Laatste tijd hoor je ook wel eens dat ze aan het brommen zijn natuurlijk. Ja, dat mag ook best eens een keer, dat geef ik niet. Maar ik denk dat het wel belangrijk is. En dat heb ik mijn ploeg ook gezegd. Van dat wij zaterdag in ieder geval een goede wedstrijd gaan spelen. En daarmee ook het publiek gaan bedanken. Pinacci heeft in ieder geval al gelegenheid gegeven aan Okan aanstaande zaterdag. Pinacci is geschorst. Ja. Ja. Nou, maar goede reactie. Oké. Nou, Roeland, heb jij nog iets te melden? Heb je nog iets aan mij te vragen of niet? Nee, want we moeten ook weer wat bewaren voor volgende week. Ja, precies. Dat gaan we doen. Volgende week de laatste keer. Goed zo, doen we. Oké, bedankt. Naast mij Willem Beijdevier, natuurlijk alom bekend hier bij DVS. Hij geeft leiding aan het clubhuis, de kantine, hoe we dat ook noemen. Het is 9 maanden geleden geweest en ik heb me laten vertellen dat je vanmorgen bevallen bent van een first bier. Ja, dat klopt. Maar ja, na 9 maanden moet je ook een keer gaan bevallen natuurlijk. Dus, wordt de hoogste tijd. Hey, is het je bevallen tot nog toe? Jawel, het is, in het begin is het best wel... Ja, lastig, want er komt wel heel erg veel op je af. Hè. Het is niet alleen het clubhuis, de kantine. Het is boven de bestuurskamer Business Club. Het accommodatiebeheer een stuk erbij. En uiteindelijk, ik heb toen ook gezegd, een maand of 9 terug, van, joh, het is gewoon een bedrijf. Alleen met een bedrijf heb je te maken met werknemers. En hier heb je te maken met vrijwilligers. En dat vraagt toch een iets andere benadering dan werknemers. En volgens mij, maar ik denk dat je dat beter aan de vrijwilligers kan vragen, heb ik daar wel redelijk mijn draai in kunnen vinden nu. Dus super, Piet, bij je eigen clubje werken. Ja, hartstikke mooi. Een van de oude knoesten las ik op de DVS website. Piet van den Bergen, die heb jij ongetwijfeld ook nog gekend, hè? Oud kantinebeheerder. Die is overleden, hè? Ja, dat bericht kregen wij vanmorgen van de voorzitter van Aart Goossens. En of het zo moet zijn, dat weet ik niet. Maar we hebben toevallig vrijdagmorgen in de maandagmorgenploeg hebben we er uitgebreid over zitten praten. En dan vandaag krijg je een briefje onder je neus. Man, brave man is 84 geworden, dus uiteindelijk mag je dan niks zeggen natuurlijk. Maar ja, als het zo dichtbij is, dan is dat nooit zo leuk, Piet. Nee. Precies, er is ons weer één ontvallen. Wim, de maand mei en juni, dat zijn bij DVS een beetje de evenementenmaanden. Kun jij een klein beetje in een logische volgorde de evenementen opnoemen? En wat volgens jou daar echt typisch DVS bij is? Ja, nou, ik wil eigenlijk eerst nog wel een stapje terug, Piet, naar dat werken. Ik heb jou verleden week, geloof ik, hier met Gijs Hunenstein een behoorlijk vrij open sollicitatie zien doen naar werken op de maandagmorgenploeg. Gijs die snapte dat waarschijnlijk niet, maar ik heb hem wel gehoord, Piet. Hè? Ik begrijp dus dat jij geïnteresseerd bent om toe te treden ook in de maandagmorgenploeg. Ja, maar ze hadden technische mensen nodig en dat ben ik helemaal niet, joh. Ik kan een beetje met een bezem overweg, maar verder niet, joh, Willem. Nou, ik heb het idee dat ik aardig voldoe. Maar ik, als ik een lamp in een fitting draai, dan zit heel Gelderland zonder stroom op, Piet. Dus het is helemaal niet vereist dat je technisch bent. We gaan erover nadenken. Nu de evenementen. Ja, de evenementen. Nou ja, kijk, meimaand, hoe noemen ze dat bij RTL 7? Meimaand, filmmaand. Nou, bij ons is meimaand evenementenmaand.
Dat begint morgen al, hè, 4 mei. KNVB Jonge Talentendag. 165 deelnemers of zo. Dus dat is een heel leuk evenement wat behoorlijk wat aandacht vraagt. Dan hebben we zaterdag natuurlijk Spiekerdarp op bezoek. En ondanks het feit dat er voor Spakenburg niks meer te halen valt, denk ik dat er voor DVS nog wel wat te halen valt. Leuke wedstrijd, publiek vermaken. Ik heb tussen de coulissen gehoord dat na de wedstrijd Aard afscheid neemt. Ook de laatste thuiswedstrijd van de spelers die weggaan. Dus ook weer een reden om hierheen te komen. Het weer wordt geloof ik 28 graden. Dus het terras is geopend, zou ik zeggen. Het gaat er echt fantastisch uitzien. Ja. Na 7 mei. Na 7 mei hebben we zaterdag volgens mij 14 mei. En dan speelt het eerste uit tegen Capelle. Maar volgens mij staat er een jeugdtoernooi, DVS jeugdtoernooi op de rol. En daar gaan heel wat jeugdteams gaan eraan meedoen. Dan hebben we nog 17 mei, maar dat is in besloten verhaal, is het afscheid van de A-selectie. Voor de A-selectiespelers zelf. Dan hebben we, wat komt er naar 14, 21. Ja, 20 mei heb je ook nog, hè? 20 mei hebben we de voorrondes Nederlands kampioenschap 45 plus. Kiek, dat is leuk. Ja, daar, de bedoeling is dat daar 16 teams aan mee gaan doen. Dat er één winnaar overblijft. En die ene winnaar die mag dan door naar de halve finales of zo. En dat is volgens mij KVB Sportcentrum in Zeist. Maar ik heb al wat deelnemers. Hè, want ik heb alle buurtverenigingen uitgenodigd. VVOG hier, de Zwart-Wit, SSC. Nou, roep het maar. Maar ik heb hier ook wat teams van DVS die graag mee willen doen. Maar die hebben één restrictie gesteld. En dus dat we niet doorgaan in ieder geval. Ik zei, nou ja, dat bepaal je zelf toch, of niet? Dus dat is 20 mei. Dan hebben we 21 mei proberen we weer een familiedag in elkaar te zetten. En die gaat 's middags en 's avonds plaatsvinden. En ja, familiedag klinkt natuurlijk hartstikke leuk. Maar voor mij is het gewoon een grote feestavond. Aan het eind van het seizoen met z'n allen gezellig een biertje drinken en een feestje bouwen. En dan zit het seizoen er ongeveer op, hè? Ik geloof dat DVS TV erbij is bij die familiedag, bij die familiemiddag en misschien ook wel avond, dat weet ik niet. Nou, ik denk dat je hele mooie sfeer en impressiebeeldjes daarvan kan maken. Ja, lijkt mij ook. Ja, ja, ja. En dan hebben we 28 mei nog het jaarlijkse spektakel lagere seniorentoernooi. Dat is natuurlijk inmiddels ook al een fenomeen aan het worden. Dus ik denk dat je dan echt op tijd erbij moet zijn met het lagere seniorentoernooi. Anders kom je niet meer aan de bar om een biertje te pakken, want dan is het bezet allemaal. Ze beginnen meestal dat toernooi met een bierestafette, klopt dat? Ze beginnen met een bierestafette en normaal gesproken dan is rond 5:30 is het tafelbier glijden of buikglijden. Ik weet niet hoe ze dat noemen. Nou, dat gaan we dit jaar ook gewoon weer kijken of dat gaat gebeuren. We gaan de hele kantine leeghalen. Alle tafels en stoelen gaan eruit. En we gaan mooie skihuttafels en banken gaan we erin zetten. Want een stukje charme van het toernooi is dat in principe alles mag. Dus als ik nu ga zeggen, joh, je mag niet meer op die tafels glijden, ja, dat gaat afbreuk doen aan het toernooi. Dus we zetten gewoon wat ongeschaafde skihut tafels zetten we neer. Zeer opwindend, Willem. Ja. Ja, hartstikke mooi. Ja, dan, en dan komt er nog één, hè? Ja. Dan hebben we juni nog. Nou, juni, 4 juni hebben we sowieso Vink Veluwe, pupillentoernooi. Wat natuurlijk altijd een leuke happening is als het dit weer is. En 11 juni hebben we de afsluiten van het seizoen. En dat is het, ik zeg altijd nog steeds Bimo-toernooi, maar het Van Wijnen bedrijventoernooi. Ja, en dat is ook een feest van hier tot overmorgen. Dus en dan denk ik dat we een dag of 9 vakantie hebben. Want 20 juni begint de voorbereiding van de A-selectie weer. Hè? Ja, en dat doe je ook nog steeds? Daar zit je ook, ben je nog steeds bij betrokken ook? Ja. Bij de A-selectie? Ja, ik ben nog steeds wel betrokken bij de A-selectie. Ik vind alleen voor mezelf dat ik te vaak verstek moet gaan. Dus ik heb laatst mijn excuses ook al gemaakt. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Want Koos en Floor, we zijn echt wat dat betreft wel een driemanschap. Maar voor mijn gevoel zou ik wel liever wat meer erbij zijn. Maar ja, dat zit er niet in, hè? Piet, als je moet werken, moet je werken, hè? Ja. Zo is dat. Ja, hartstikke goed. Hey, nou, ik denk dat we hierbij de zaak kunnen afsluiten met deze fantastische zin van jou. Als je moet werken, dan moet je werken. Zo is dat. En als je moet feesten, dan moet je feesten. En dat gaan we lekker doen in mei en in juni, Piet. Absoluut. Hey, bedankt voor dit interview. Graag gedaan.